Het is maandag 24 november. Welkom bij Rijnmond Nieuws. Middenstuk van de hef is aangekomen op de plek waar hij opgeknapt wordt. Nieuwbouw Erasmus Medisch Centrum loopt op schema. En het nieuwe zwembad in Papendrecht is eindelijk open. En dan alvast kort het weer van Ed Aldus. Dinsdag begint de dag mogelijk hier en daar met mist. Verder zijn de perioden met zon, blijft het droog. Pas tegen de avond vanuit het zuiden meer bewolking. En de maximumtemperatuur komt uit op ongeveer een graad of 9. Graag tot zometeen. Het beweegbare deel van de Rotterdamse hef is gisteren onder grote belangstelling gelicht. Het val, zoals het tussengedeelte officieel heet, moet een grondige opknapbeurt ondergaan. En dat gebeurt in de Merwehaven tegen de grens van Schiedam aan. Het val heeft zijn eindbestemming bereikt, de Rotterdamse Merwehaven. Hier blijft hij de komende 2 jaar liggen voor groot onderhoud, nadat hij gisteren onder grote belangstelling werd gelicht. Ja, en op het moment dat dan alle toeters gaan en de spuitboot gaat, dat is fantastisch. Dan is het echt een moment even van... Het lichten was een waar spektakel. In de Merwehaven wacht nog maar een handjevol belangstellenden. Ik fiets hier dagelijks langs en die hefbrug die komt hier maar eens in zijn leven. Het is iets origineels Rotterdams natuurlijk, ja. En dat wil je toch wel bijhouden. Een deel van een van de meest gezichtsbepalende monumenten van Rotterdam ligt op het droge, happend naar een opknapbeurt. De verf vernieuwen, we gaan de staalconstructie inspecteren. Daar waar nodig gaan we herstelwerkzaamheden uitvoeren. We conserveren als het ware de brug weer voor de komende tientallen jaren. Wij zijn nu bezig om de matadors, dat zijn de drijvende bokken die we gaan tillen. Die zijn nu aan het positioneren. En dan gaan we hem rustig omhoog laten komen. En dan varen we het ponton waar hij nu op ligt, die varen we eruit. Dan komen de drijvende bokken komen naar de kade toe en dan gaan we hem rustig op deze onderstoppingen laten rusten. Het was natuurlijk gisteren fantastisch, veel belangstelling. Als die terugkomt, dat gaat niet onopgemerkt. Dat denk ik ook niet. Het moet het meest moderne ziekenhuis van Nederland worden. Het nieuwe Erasmus MC in Rotterdam. De bouw begon in 2010 en moet in juni 2017 worden afgerond. Vooralsnog verloopt volgens de uitvoerders alles volgens schema. En daarom kregen we vandaag exclusief toegang tot de bouwlocatie. Het kostenplaatje voor de nieuwbouw en de inrichting van het ziekenhuis bedraagt in totaal 1 miljard euro. De buitenzijde begint al aardig vorm te krijgen, maar dat is binnen wel anders. Een bewuste keuze, want voor de inrichting wil het ziekenhuis gebruik maken van de nieuwste ontwikkelingen vlak voor de verhuizing in 2017. Dan moet je het hebben over de operatiekamers, over de radiologiefuncties waar je onderzoek en diagnose doet. Dat daar de mensen de mogelijkheid willen hebben om in een heel late fase te beslissen hoe de sfeer erin moet zijn en welke techniek er nodig is om hun state-of-the-art ziekenhuiszorg te kunnen leveren in dit gebouw. Een deel van het nieuwe ziekenhuis werd vorig jaar al in gebruik genomen, maar er wordt dus nog volop gebouwd. En dat heeft zo'n zijn gevolgen. Dat is ook meermaals gebeurd, dat er toch te veel trillingen zijn. En toevalligerwijs loopt er een operatie uit of een oogoperatie is toch te veel trillingen. Dan belt je een chirurg met de zogenaamde rode telefoon die we hier hebben afgesproken. Dan weet ook de bouwcombinatie en iedereen, jongens, de bouw ligt stil. Op een gegeven moment, als die operatie is afgerond, dan kunnen we weer door. Het nieuwe ziekenhuis telt in totaal 500 kamers, waaronder een groot aantal eenpersoonskamers om de privacy en de hygiëne te verbeteren. Zelfs de mogelijkheid om te blijven logeren op de kamer wordt straks geboden. Ja, ik denk dat we daarmee de standaarden weer neerzetten die je eigenlijk als Nederland en ook internationaal wil hebben. Vooralsnog blijven we allemaal binnen de budgetten, blijven we binnen de planning. Maar het is nog steeds spannend van, houden we dit vol? Ja, en dit moet je dus met elkaar doen. Bouwen doe je niet alleen. Je gaat bijna een huwelijk met elkaar aan, zeggen we soms. Want je kent elkaar soms beter dan je eigen vrouw. Ja, dan kun je zo'n project goed aansturen. In juni 2017 wordt de bouw dus afgerond. Vanaf dan zal het volledige Erasmus MC in verschillende fases verhuizen.
Zometeen, man uit Vlaardingen wil via sociale media gedwongen verkoop van zijn woning voorkomen. Ik heb een sms-actie opgezet om te proberen mensen zo enthousiast te krijgen dat ze zeggen van goh, bijna kerst, wij willen die vent wel helpen met zijn gezin. Het nieuwe zwembad in Papendrecht is open. En dat had eigenlijk 1 september moeten gebeuren, maar er zat een kink in de kabel. De tegels van de baden van het spiksplinternieuwe sportcentrum Papendrecht lieten los. En dus moesten de zwemmers nog een tijdje naar het oude bad. Hier was het, het oude zwembad aan de Lange Tientweg in Papendrecht. En een steenworp verderop wordt hard gewerkt aan het nieuwe buitenbad. Maar het sportcentrum met het nieuwe binnenbad, dat is klaar. En de eerste mensen gingen vanmorgen te water. Wij hebben vandaag onze eerste officiële open dag voor het publiek. En normaliter zijn wij op maandagmorgen altijd gesloten. Dus dat is voor het Papendrechtse volk is dat nog helemaal nieuw dat ze altijd terecht kunnen. He, vanochtend heb ik de eerste 150 zwemmers al binnen gehad. Maar die komen om 7 uur tot 9 uur. En daarna is het wat rustiger geworden. Maar dat moet zijn plekje nog krijgen, denk ik, bij de mensen. En dan de allerbelangrijkste vraag natuurlijk. Blijven die tegeltjes zitten? Uiteraard. Nee, die zijn geweldig opgelost. En daar hoeft niemand meer zorgen om te maken. Hoe bevalt hij de eerste plons? Hartstikke goed. Lekker nat. Prima. Wat is het verschil met het oude bad? Ja, het is veel dieper en breder en veel overzichtelijker alles. En veel lichter natuurlijk. Hè. Het is 7 licht om je heen. En blijven de tegeltjes zitten? Volgens mij wel. Ik heb nog geen losse tegel tegengekomen. Nee. Echt niet. Nee, ze blijven wel zitten nu, volgens mij wel. Ja, een klein schoonheidsfeitje dat ik wel ontdekte was een klein stukje van de tegel. Maar ja, dat heb ik dan weer. Kom ik aan zwemmen de eerste beste keer in het zwembad. Zwem ik er precies weer tegenaan. Dat is misschien een gelukstreffer geweest. Maar het is doorgegeven, dus het zal wel goed komen. Jaco van Dam uit Vlaardingen kon niks anders meer verzinnen dan een sms-actie om te voorkomen dat zijn huis gedwongen zal worden verkocht. Via de sociale media wordt iedereen opgeroepen een bedrag vanaf 3 euro te doneren. Het is de laatste strohalm voor de Vlaardinger. Anders wordt over 2 weken zijn huis geveild. Het gaat eigenlijk helemaal niet zo slecht met Vlaardinger Jaco van Dam, importeur van exclusieve Italiaanse espresso-koffie. Er gebeuren soms alleen zaken waar je geen grip op hebt, overmacht, situaties waar je niet zelf voor kiest. Zo werd de vrouw van Jaco ziek en werd Jaco mantelzorger, waardoor het minder ging met de zaken. Daardoor ontstond er een betalingsachterstand van de hypotheek. Nu dreigt gedwongen verkoop. Dus komt Jaco met de site voorkomhuisveiling.nl. Ik heb een sms-actie opgezet om te proberen mensen zo enthousiast te krijgen dat ze zeggen van goh, bijna kerst, wij willen die vent wel helpen met zijn gezin. Gedwongen woningverkoop komt vaker voor. Per 3 december dreigt het gezin van Van Dam in Vlaardingen daardoor op straat te belanden. Of de sms-actie moet slagen. En het is nu zo dat ik met de herstart met het bedrijf op het punt nu ben dat ik qua omzet en winst precies draai dat ik nu mijn kosten kan gaan voldoen. En nu is het punt dat de bank zegt, ik ga jouw huis verkopen. Ook voor het bedrijf van Jaco zou dit een ramp zijn. Terwijl er juist nu bijvoorbeeld weer interesse vanuit de horeca bestaat. En dat moet eigenlijk een grote stap zijn in de bedrijfsvoering. En dat zou juist eigenlijk ook de bank moeten blij maken van potsiedikkie, dat ziet er goed uit. In Dordrecht houdt geen automobilist zich aan de snelheid van 30 kilometer in de 30 kilometer zones, want ze worden toch niet bekeurd. Dat is de conclusie van de lokale PvdA na het binnenkrijgen van tientallen meldingen. De politie handhaaft niet omdat bekeuringen door de rechter kunnen worden vernietigd. De Dordtse PvdA wil dat de gemeente maatregelen treft. Dit verkeersbord kan niemand ontgaan. Toch trekken lang niet alle automobilisten er zich iets van aan. Zeggen ze eerlijk? Ja. Hou jij je altijd aan de 30 kilometer zone? Hier wel. Maar niet altijd overal, maar wel hier in ieder geval. Precies 30 kilometer hier altijd. Eerlijk? Eerlijk. Ik doe het meestal wel altijd en overal. Snelweg wil ik nog wel eens te hard rijden. Nee, nooit. Tuurlijk niet. Dat doet niemand, denk ik. De PvdA in Dordrecht heeft een meldpunt voor verkeersonveilige situaties in het leven geroepen. En daar zijn tientallen reacties op binnengekomen. De meerderheid klaagt over te hard rijden in de 30 kilometer zone. Ook hier weer een 30 kilometer bord. Ook hier wordt niet gecontroleerd. En heel vaak te hard gereden.
Weer 30 kilometer, geen politie en vaak wordt er veel harder gereden dan 30 kilometer. Het probleem is, de politie zegt, ja, we mogen niet handhaven. Het Openbaar Ministerie staat dat niet toe. Je krijgt dan dat mensen wel zeggen, ja, er moet hier zacht gereden worden. Maar niemand doet dat. Niemand houdt zich aan 30 kilometer zones. En er is geen controle, dus je kunt het eigenlijk ongestoord doen. En de tientallen meldingen zijn voor de Dordtse PvdA nu voldoende aanleiding om aan te dringen op handhaving. Wij willen met de politie en met de burgemeester en met de wethouder tot afspraken komen dat er toch plotseling gecontroleerd kan worden op onverwachte momenten. En op de redactie staat Clay Ruperti. Clay, Feyenoorder Karim El Hamadi hangt een schorsing boven het hoofd. Hoe zit dat? De aanklager van de KNVB is een vooronderzoek naar El Hamadi gestart. En dat komt omdat El Hamadi zaterdagavond in de wedstrijd tegen FC Dordrecht expres op het been van zijn tegenstander zou zijn gaan staan. Scheidsrechter Wiedemeijer ontging dat incident tijdens de wedstrijd, maar de aanklager gaat nu naar de beelden kijken. Marvin Peersman van Dordrecht kreeg wel rood in die wedstrijd. Hij is nu voor 2 wedstrijden geschorst en mist daardoor de wedstrijden tegen Willem II en PSV. En dan hebben we een primeur vandaag, want in april volgend jaar wordt het allereerste sportfilmfestival in Rotterdam gehouden. Ja, op 9, 10 en 11 april gaat dat plaatsvinden in het Rotterdamse Cinerama. Die bioscoop is dan het decor van een festival vol met allerlei verschillende disciplines, speelfilms, muziek, lezingen en interviews. Hier zouden we natuurlijk wat interviews, hier zetten we wat interviews, Wilfried neerzetten. Ja, de organisatie ziet het al helemaal voor zich. 3 dagen lang moeten sport en cultuur versmelten op het Sportfilmfestival Rotterdam. Het is een idee van Rotterdam Topsport. We bestaan volgend jaar 25 jaar. Daar zijn we natuurlijk geweldig trots op. We hebben met het team heel veel dingen bedacht wat we zouden kunnen doen volgend jaar. Nou, je zult begrijpen dat met de bezuinigingen die we over ons heen krijgen, een uitbundig feest vieren er niet bij is. Maar wij willen toch iets doen naar de stad. En zeker in een stad waar cultuur en sport zo hoog in het vaandel staan, dat we dachten, laten we die combinaties bij elkaar brengen. De 3 dagen voor de 35e editie van de Marathon van Rotterdam staat het programma in april bol van zowel oude als nieuwe documentaires en speelfilms, lezingen en interviews met sporters en filmmakers. Centraal staat de artistieke benadering van sport. En sport inspireert ook kunstenaars. Fotografen zijn schitterende literaire monsters schenen over sport. Beeldende kunstenaars worden daardoor beïnvloed, maar ook de cinema. Dus wij dachten om op die manier een sportfilmfestival te gaan maken voor Rotterdam. Dat die combinatie sport en cultuur daar een heel goed uitgangspunt voor zou zijn. Als het aan ons ligt, gaan we daar volgend jaar gewoon mee verder. En dan hopen we ook dat meerdere partners daaraan mee zullen werken. Zodat wij een wat bescheidende rol kunnen gaan spelen. Veel meer sport is er straks in Sportclub Rijnmond. Daarin onder meer een reportage over Feyenoorder Ruben Schaken. We waren met zijn ploeggenoot op een basisschool in Rotterdam-Overschie. Dan heb ik het over Jean-Paul Boetius, hockey. En een mooie reportage over een Sparta-supporter die vorig seizoen tegen Helmond Sport een hartaanval kreeg. En dat wonder wel overleefde. Dankjewel, Clay Ruperti. En dit was Rijnmond Nieuws. Meer nieuws op onze website rijnmond.nl. En nog een mooie dag verder.